Ik hou gewoon van lekker eten, ik hou van lekker koken, ik hou van mensen advies geven. Nou, ik ben er wel gewoon eerlijk in. Ik bedoel, je moet gewoon zeggen hoe je voelt, wat je doet. En zorgen dat je gewoon achter je product kan blijven staan. De dagen dat ik gewoon in die proeftuin gewoon echt leuke proeverijen kan neerzetten. Dat mensen gewoon heel erg enthousiast worden. Het wordt gezelliger, er wordt gekletst. Mensen blijven langer op die verstraat. Mensen blijven langer kijken. En er gaat automatisch dus ook wel wat meer in dat karretje. Dus dat merk je dan ook wel. Je gewoon mensen kan inspireren door ze een mooie maaltijd neer te laten zetten. Of juist met gewone producten waar iedereen al op is uitgekeken, toch weer wat anders mee kan. En weer kan laten zien van, joh, dit kan je er ook nog mee. Ja, je bent van alle markten thuis. En ja, alles wat dat betreft is ook gewoon interessant aan eten en het drinken. Dus het is natuurlijk mooi als je gewoon gaat combineren. En ja, daar zit ook wel mijn kracht in. En dat ze een week later terugkomen en gewoon ontzettend blij zijn. En van blij met de adviezen die je hebt gegeven. Nou, dat is echt wel waardering wat je dan haalt uit je. Dat is ontzettend leuk. En beleving is gewoon heel moeilijk om dat te verkopen. Want het is niet te koop. Maar het is wel iets wat je kan creëren. En dat is toch wel een stukje kracht. En wat de Sligo dus heeft. Ja, en als je de juiste mensen op de juiste plek neerzet, krijg je gewoon een fantastische beleving. Dan kan je gewoon echt een heel leuk sfeertje neerzetten. Eet en geniet. Gewoon het Bourgondische leven eigenlijk. Dat, ja, en ontdek. Laat jezelf inspireren en probeer het. Hoe gekker, hoe beter. Geniet er gewoon van.